Goedemorgen. Vandaag is het de dag van het gehoor. Ik denk dat is een mooie gelegenheid om eens verschillende oren te gaan tekenen. Doe je weer mee? Ja, oor. Hoe teken je nou een oor? Goed. Laten we beginnen met een soort vraagteken. Maar dan net niet zo, maar de andere kant op. En die oorschelp zo. En dan zit hier zo'n boeltje zo. En hierin zit dan ook weer een kringeltje zo. En dat is ongeveer zo een oorschelp. Maar ja, in stripwereld teken je weer sneller zo'n oor. En dan doen we hier wat schaduw zo. Het is een beetje een oor van bijvoorbeeld de Smurf of Guus Vlater. Die hebben zulke oren. Mickey Mouse, die heeft natuurlijk weer hele andere oren. Hè? Zo, Mickey Mouse petjes. Dat zijn gewoon twee rondjes. Wat dat betreft maakte Disney zich in de beginjaren zich te makkelijk vanaf. Zo, dan hebben we twee muizenoren. Nou ja, er zijn dus allerlei variaties in oren. Het karikatuurtekenen doe ik vaak gewoon zo. Dat kan ook nog. Dan heb je ook een oor. Als je dan zo doet en doet zo. Dan heb je een oor met een oorbel erin. Ik kan hier ook nog wat aanhangen zo. Zo. Dan heb je iemand met een oorbel. Nou ja, ik zou zeggen, ga eens variëren met oren. En kijk ook eens op internet wat voor oren er allemaal te vinden zijn op internet. Succes en ik zie jullie morgen in de volgende video.